Max Huibbets vandaag het contract van Jelle Duin verlengd. Waarom wilde hij graag langer met hem door? Nou, omdat Jelle nog steeds een talentvolle spits is. Een jongen die nog de leeftijd heeft dat hij ze nog heel veel verder kan ontwikkelen. En wij zien daar ook nog zeker de potentie in. Dus ja, we willen heel graag met Jelle de toekomst nog in. Ja, hij heeft onlangs ervaring opgedaan bij Volendam en MVV. Hoe heeft hij zich verder ontwikkeld de afgelopen jaren? Ja, met name die laatste stap naar MVV, daar hadden we allebei een goed gevoel bij. Hè. We dachten, ja, je gaat daar je wedstrijden spelen. Je gaat dan laten zien dat je inderdaad ook op dat niveau ja, je rendement kan halen. Je volgende stappen kan zetten om uiteindelijk weer terug te komen bij AZ als een completere spits. Het liep niet helemaal zoals we gewenst hadden met elkaar. Toen hebben we hem natuurlijk in de winterstop vorig jaar teruggehaald. Nou, vanaf dat moment gezegd van, joh, sluit aan bij Jong. Ga kijken of je weer... toch weer eventjes je vertrouwen terug kan krijgen. Dat was wel een beetje weggeëpt in Maastricht. En dan gaan we kijken richting het einde van het seizoen hoe we er dan volgend jaar op staan. Nou, dat heeft hij eigenlijk geweldig gedaan. Sterker nog, hij heeft zich heel snel weer aangediend bij de hoofdtrainer. Kwam snel op het trainingsveld bij het eerste te staan. Heeft bijna alle wedstrijden vanaf dat moment op de bank gezeten bij de A-selectie. Een aantal invalbeurten gehad. Ja, en daarin laat hij nog steeds zien, waar ik net mee begon, dat het een jongen is waar nog heel veel rek in zit. Ja, en wat verwacht je van hem dan het komende seizoen? Nou, ik heb in ieder geval met hem afgesproken dat hij zijn eerste doelpunt gaat maken in de Eredivisie. Voor AZ1. En daar gaan we mee beginnen. En uiteraard hoop ik dat er nog veel meer in zit.